De plek waar wij jullie vragen aan beantwoorden, dat is Goeie Frek. Welkom terug en we hebben toch weer eens een keer een prangende vraag. Hij is wat lastig, maar hij komt van It's Pingwing YouTube. Nou, in ieder geval bedankt voor je vraag. Hij had namelijk de kwestie, als je in een game zou duiken, maar je gaat dood in die game, ga je ook dood in het echte leven? Wow, Inception regels, alles. Welke game zou dat dan zijn? Maar, er zit wel een beloning aan. Als jij kan overleven in de game en als je niet afgaat en als je daadwerkelijk de game op een of andere manier uit weet te spelen, mag je één voorwerp uit de game meenemen naar de echte wereld. Is allemaal wat lastig, maar we gaan het erover hebben. Welke games zouden wij willen beroven van hun item, maar dan wel met de kans dat we doodgaan? We gaan het zien. Dit is Goeie Frek. Wel een ongelooflijk nare vraag, want in principe ga ik best wel vaak dood in een heleboel games. En de games waar je niet doodgaat, ja, daar heb je dan meestal iets van, je kan ze of niet uitspelen, zoals bijvoorbeeld Minecraft, daar ga ik persoonlijk niet heel vaak in dood. Of als je ze uitspeelt, is het iets van, ja, wat kan ik dan precies meenemen of het leuk is? Ik bedoel, een Call of Duty is best makkelijk uit te spelen, maar ja, wat ga je dan meenemen? Een gun, oké, wat moet ik ermee? Dus heb ik over naast te denken en ik denk dat ik ga voor Star Wars The Force Unleashed 2. Ik weet nog, die game heb ik gespeeld en ik ben oprecht niet heel vaak dood gegaan. Dan denk ik, als ik mijn best doe en een beetje voorzichtig speel, dat ik ook niet dood hoef te gaan. En dat ik ook een beetje kan oefenen. En hoe vet zou het zijn dat je dan daarna gewoon de twee lightsabers van Starkiller mee kan nemen. En dan het liefst natuurlijk met het zwarte diamantje erin, of het zwarte embleempje erin. Zodat ze ook, zeg maar, echt van die soort lichtgevende black lightsabers zijn. Die dan ook echt een kans hebben dat als je iemand ermee raakt, dat hij dan gewoon gone is. Ik bedoel, niemand fokt meer met je als jij gewoon fucking lightsaber hebt. Ik bedoel, iemand komt gewoon naar je toe en zegt, lunch money. Jij hebt zo van, hell no bitch. Ik zeg Star Wars The Force Unleashed 2 en dan neem ik niet één, maar twee lightsabers mee. Wat een ontzettend lastige vraag. Sowieso, als je bedenkt dat er een soort van regel bij zit. En nou ja, weet je, als je afgaat in de game, dan wil je natuurlijk niet afgaan, want dan ga je dood in het echte leven. Nou ja, goed. Anyway, ik zat meteen te denken aan Viva Piñata. Een publieksfavoriet, zou je kunnen zeggen. Maar Viva Piñata zou natuurlijk heel tof zijn als je die game een soort van uitspeelt, wanneer dat kan. Dat je dan bijvoorbeeld een piñata mee kan nemen naar de echte wereld. Ik zou een Newt-Gat of hell, een Horstachio of zo. Ik zou het allemaal mee willen nemen. Maar toen dacht ik, Viva Piñata is niet echt helemaal eerlijk, want je kan niet echt dood of af in de game. Dus dat zou dan een soort van cheaten zijn op deze vraag. Dus vandaar dat ik dacht, Portal. Portal, hell yeah. Portal 1 of 2 maakt eigenlijk niet uit. Ik denk dat ik ze wel uit kan spelen, een beetje inzichtelijk doen en zo. Maar als ik ze uitspeel, zou het natuurlijk mooi zijn. Het is wel allemaal gevaarlijk, ik kan daar doodgaan. Maar dan kan ik dus wel de Portal Gun meenemen als ik win. Nou ja, dat zou voor mij fantastisch zijn, want ik zou de Portal Gun voor allerlei verschillende handige doeleinden gebruiken. Eentje hier plaatsen, eentje thuis en dan boep, zo heen en weer. Of twee tegen de muur en dan dat je, nou ja, weet je, als je erover na gaat denken, zou je met de Portal Gun in de echte wereld zoveel vette dingen kunnen doen. En anders, als ik de Portal Gun niet mee kan nemen, wil ik ook wel die schoenen van Chell, waarmee ze gewoon oneindig veel hoogtes gewoon kan hebben. Ze kan alle G-krachten weerstaan. Dat is super vet. Ik zou echt gewoon continu van alle gebouwen afspringen. Zo. Maar goed, oké, dat zou voor mij het antwoord zijn. Ik denk dat ik Portal wel kan overleven en natuurlijk wil ik dan een van die toffe foefjes gewoon mee naar de echte wereld. Dus daar heb je net mijn antwoord. Portal 1 of 2. Oké, deze vraag was voor mij gewoon niet te doen. Ik speel heel veel games die je niet uit kan spelen. Ik bedoel, The Sims, kan ik dat doen? Nou, toen ging iedereen alweer tegen me schreeuwen en de regels ineens ombuigen. Stardew Valley, hartstikke tof, maar moet je ook net het doorleven. Toen dacht ik, don't starve. Maar ja, weet je, dan ga je heel snel dood. Dan denk ik, oké, zo erg vind ik leven ook weer niet. En toen dacht ik, wait, Kingdom Hearts. En dan, weet je, die sleutel is tof, dan raak ik nooit mijn sleutel kwijt, want hij is zo immens, heb ik gewoon sleutel tot alles, tot elke deur, overal, kan in elke dimensie, weet je, leuk. Veel belangrijker is natuurlijk de jurk van Belle, die ze iets meenemen. Ja, de game waar ik in wil belanden en een item van mee wil nemen is natuurlijk, ja, God of War. Van ja, natuurlijk, het is God of War. De game is uit als je deze video bekijkt. En wat ik mee wil nemen is de axe, de Leviathan axe, of hoe je het ook uitspreekt. Het is een bruut wapen, ik hou van bijlen, ik heb een soort strijdbijl thuis, maar de axe van Kratos is natuurlijk het meest magische wapen op aarde. Want het is een soort boemerang. De axe is een soort van boemerang, je kan er gewoon hand-to-hand mee slaan, maar je kan hem ook wegwerpen en weer terughalen. En dat lijkt me zo ontzettend vet. En ja, weet je, als je de game gewoon op easy zet, dan is het niet zo heel moeilijk om niet dood te gaan. Want dat is natuurlijk wel het probleem. Als je doodgaat, dan ben je eeuwig dood.
Maar als ik dan toch in God of War zit en ik ga dood, dan kom ik terecht in Valhalla. Want ja, Noordse mythologie, dat is sowieso echt de perfecte setting voor een game. En in God of War is dat awesome. Of als ik iets slechts heb gedaan, dan ga ik naar Helheim en dat is minder fraai. Maar als ik in de strijd neerga, dan ga ik waarschijnlijk wel gewoon naar Valhalla. En dan heb ik de act. Dan kan ik daar feest vieren en vechten en al dat soort shit. Daar heb je het dan. Dat zijn alle titels waarvan wij denken, we kunnen er misschien wel in overleven. En als het lukt, nemen we ook nog eens een keer een leuke beloning mee. Heb je zelf nou ook zo'n game? Ben je het eens met ons of juist niet? Laat het ons weten. Vertel ons welke game jij in zou willen duiken voor dat ene ding wat je prestigieus mee wil nemen. Dat kan allemaal, maar natuurlijk laat ons ook een nieuwe stelling, vraag, kwestie, whatever. Bedenk voor ons een leuk onderwerp om volgende week in goede vraag te beantwoorden. Laat hem hieronder weten. En wie weet zitten wij volgende week hier om jouw vraag, kwestie, puzzel, raadsel, opdracht, whatever, te beantwoorden. Tot snel, dat was voor deze goede frag. Ik zie jullie snel op gamersnet.nl.